verplaatsen wij even onze supergevoelige microfoons naar de oerwouden van Kenia. Oeh, kijk eens wie er op die tak zit. Oh. Wat zit er op die tak? Ja? Ken je deze nog? Vorige week hebben wij Xanadu gedraaid. Weet ik nog. Het zijn allemaal broertjes die grote hits hadden in de jaren 60. Dit zijn Dave D, Dosie, Biggie Mick & Titch. Een nummer 1 hit in Engeland was dit. En die plaat heeft titeld... Dat ken je niet, hè, die platen. Nee, deze heb ik even gemist. Ja, dat begrijp ik. Jaren 60 muziek. Vind je ook leuk, hè, jaren 60 muziek? Ja, dat was ook gewoon... Dat moest je uit je hoofd leren, hè. Dus dat, is dat zo? Ja. Gemist, dat idee. Ja, wij ook. Ja zeker. 3:05. Kijk maar even hier de beelden, mensen. Want Jan Lammers in de show. Zeker. Paduba, paduba, dit is Keur in de middag. De gezelligste show van Nederland. Mogen we gerust zeggen. Serieus? Ja, heel bescheiden. Het zou mij verbazen als er iets anders was. Af en toe zie je Jan ook kijken van... waar ben ik in verredezaam in balans? Met die geluiden net. Ik denk volgens mij heb ik in de jungle beland. Verder ben je juist leuk. Het is goed wakker blijven hier. De leukste show. Ben jij de leukste vader van Nederland trouwens? Nou, dat probeer ik wel te zijn. Maar dat... Hoe probeer je dat, Jan? Geef eens een voorbeeld. Nou, de leukste weet ik niet. Maar men vroeg mij wel eens hoe zou je graag herinnerd willen worden? Ja, hoe zou jij nou graag herinnerd willen worden? Als eerste zei ik gelijk van als goede vader. Hè, de rest is allemaal gewoon voor de gezelligheid. En heb ik al veel voor Mariska is me ook nog wel leuk, toch? Als daar iets aan kleeft. Voor Mariska, als ik een goede vader ben voor Mariska, haar kind, dan is dat drieluik gesloten natuurlijk. Ja, en een leuke man. Maar stel nou dat we Mariska... Om een goede vader te zijn, moet je ook lief voor de moeder zijn. En een goede relatie met de moeder onthouden. Jazeker. Maar goed, wat jij niet weet. Jan, we hadden het eigenlijk bedoeld om het niet te zeggen. Maar we hebben even contact gehad met Mariska. Haar gevraagd. Stel nu dat wij aan Jan vragen. Jan Lammers, wat is nou de leukste kant van Mariska? Wat zou je dan zeggen? Wat ik zou gaan zeggen? Ja. Nee, wordt je toch een beetje verliefd van? Ik hoor dingen op zeggen. Wat is de leukste kant van Mariska? Ik denk dat ze haar... puurheid. Gewoon, what you see is what you get. Ik zie Noord-Holland staan in mijn beleving. De mooiste vrouwen op de hele wereld komen uit Noord-Holland. Gewoon no nonsense, nuchter, what you see is what you get. Nou. En dat vind ik de heerlijke kant aan Mariska. Gewoon, En we hebben natuurlijk heel veel humor en gezelligheid en liefde. Ja. En wat denk jij, als wij haar aan de telefoon hadden... heeft zij geantwoord als ik de vraag omgedraaid had... wat vind jij de leukste kant aan Jan Lammers? Wat denk je dat zij gezegd zou hebben? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Daar hebben we het niet zo vaak over. Weet je dat? Nee, toch? Ach, is dat nu al? Nee, toch? Lexje? Nee, toch? Verdikke me 3 uur, die vliegen voorbij. Maar we hebben altijd een positief nieuws. Volgende week... Hallo? Volgende week is Keur in de Middag er weer. Oh, dat is maar liefst. 7 nachtjes slapen. Zo is het ook. 7 nachtjes slapen en dan mogen we weer relaxen. Oh, gelukkig. Slaap jij goed eigenlijk? Ik slaap heerlijk. Word jij s'nachts nooit wakker? Enkel als de baby begint te huilen. Oh. Ja, maar verder niet. Nee. Verder niet? Nee hoor, nee. Dus als die niet... Guusje. Moet even nadenken, hoe heet dat? Ja, dan slaap ik heerlijk. Dat is toch heerlijk. Keur in de middag. Keur in de middag. De spreuk van vandaag. Ja hoor, nou. Wie haar string niet op tijd laat zakken, zal haar poep in tweeën kakken. Ja, je ziet het toch voor toch, de baas zit ook te luisteren. Oh, sorry, baas. De baas is... Is dat nou seksueel opwindend, een string voor een hetero man? Mag ik eens vragen? Dat gaat in periodes. Een paar jaar geleden was de string helemaal hip. Vond ik het ook mooi. Ja. En nu vind ik zo'n hipster bijvoorbeeld wel heel mooi. Een hipster? Zo heet dat, geloof ik. Ja, dat is zeg maar tussen een short en een onderbroek in. Oké. En dat kan heel mooi zijn. In jullie wereld is dat in mijn wereld niet. Ik heb ook wel eens een string aangedaan. Nee, dat kan niet gewaardeerd, hoor. Nee, dat kan absoluut niet. De spreuk van vandaag. Einde van de show. We gaan er vandoor. We gaan het weer aankleden, vriend, want het is weer mooi geweest. Even bellen met de directie. Hoe is het met de string? Nou, nee, de andere vraag natuurlijk. Maar wat kwam de zee van de afgelopen show? Dat was toch weer een hele leuke show. Dankjewel, hè. Keur in de middag op NH Radio. Zo is het. We zijn er weer. Hier. Op en aan. Samen.
aanstaande zaterdag, de 1e van december. Tot dan!